vertel eens eventjes wat wij gaan doen vandaag. Wat we vandaag gaan doen? Nou, de dag is net begonnen. Ik ben nog een beetje verkouden, dus ik neem even zo'n jongen. En we gaan vandaag een aantal dingen monteren. Best of Gamekicks, daar is onze stagiair Jelle mee bezig. Het wordt hartstikke leuk. Daar gaan we vast wel wat van laten zien. Dennis is natuurlijk hier, gezelligheid. Donnie die is net begonnen met editen. Die zit daar. Mel is binnenkomen lopen. Erik is er. Eén groot feest. Ja, goeiedag. Lukt het een beetje, Donnie? Ja, ja, het lukt aardig. Een leuk itempje geworden. Het worden de web-items die elke dag geshowt gaan worden onder de kijkers. Precies, precies. Tof, wat ben je aan het doen? Nou, het eerste item gingen we eventjes naar het huis van de mus. Kijk eens. En eventjes kijken hoe dat eruit zag. Was het wat? Ja, het zag er leuk uit. Het is een leuk huisje, mooie vloer. Daar was hij zelf ook erg trots op, geloof ik. Dat snap ik. En nou ja, het is goed vastgelegd. Mella, jij bent ook een beetje bezig met de best of. Ja. Gaat dat lukken? Ja, dat wordt heel leuk. Ja? Leg me even uit in wat... Nou, loop even mee, dan ja. Gaan we het even bekijken. Ja, dit is Jelle, die is hard bezig met de making of the best of. Making of the best of Gamekings of. Jelle, wat is een beetje jouw favoriet van wat jij gedaan hebt? Nou, ik heb aan het begin twee favorieten. Dat is, de ene is de review van Bulletproof, die echt ontzettend hard wordt afgekraakt. En ik zal hem er even bij pakken, als dat goed is. Maar mag het? Cool. Kijken of het deze is, ja. Ik zag ik skate alweer met tieten en dat soort shit. En dat is met name om de verdict. Mm-hmm. Dat is de eerste keer dat ik iemand kanker op de tv hoorde zeggen. Dus dat was voor mij wel memorabel. Geef eens een voorproefje. Ik zal hem even laten zien. Ja. 50 Cent Bulletproof is een ongelooflijk tergende... Mag ik het zeggen? Kankergame. Mooi! Yes. Nou, ik ga je niet langer van het werk houden. Cool. Sorry. Leg eens uit wat ik eigenlijk moet doen. Alles wat ik beeldig doe. Nou, je doet de redactie, dus je bent bezig met het regelen van items. Dingen die voor items geregeld moeten worden. Je bent natuurlijk bezig met de website. Ja, wat moet je nog meer doen? Ik moet gezelligheid brengen binnen dit gebouw. Ja, nou, dat gaat voor zover heel goed. Behalve dat je natuurlijk bij de Polonaise nu maar met één arm kan meedoen. Dat is een beetje jammer. Ja. Ja, maar je bent gewoon een algehele ondersteunende pilaar van dit van het Blammo-geheel. Yeah! dat heb je echt mooi gezeten. Nou ja, zo werkt het wel natuurlijk. Wat ben jij aan het doen, Erik? Ik ben jouw tekst aan het verbeteren, Dennis. Oh. Ja, want dat moet wel eens bij mij, hè? Ja, inderdaad. Maar dat het helemaal goed uitkwam aan de andere kant, ja. Ik vind het ook wel leuk om even wat Brabants te leren af en toe. Kijk eens. Wil je nog wat laten zien vandaag, Horus? Ja, ik ga de nieuwe server ga ik nu online zetten. Ook heel belangrijk. Waar ga je dat doen? Dat ga ik online doen. Dat komt niet een ding of zo. Ik snap dat soort dingen nooit, hè? Ja, die server die staat ergens. Maar nu staan we naar een andere server. Dus ons domein dat zit hier. En die verwijst naar die server. En die ga ik nu omzetten dat die naar die server verwijst. En dan hebben we dus die mooie, vette nieuwe server. Vers. En dan ga ik ook Gamekings.nl ga ik dan actief maken. Zodat die ook daar naartoe verwijst. Top, dan kan het helemaal niet meer stuk. Maar ik denk, hebben jullie even gekeken al naar de Best of Gamekings? Misschien is het leuk om alvast een stukje te laten zien hier in dit web-itempje. Dat gaan we gewoon doen. Ja. Wat is jouw favoriete? Die laten we dan gelijk morgen zien. Stukje. Mijn favoriete bij al die dingen, ja. Waar ik toch heel erg om gelachen heb, is... ja, ik denk toch Dre die de sterren doet. De eerste sterrenhunt doet. En dan met George Michael die even lekker gepepen wil worden. Pepen, ja. Aflevering 3 wordt trekt zo'n backride, gepepen hoor. Dat doet hij, dat vind ik echt leuk. Nou, dat valt wel terug te vinden voor onze kijkers. Nope. Lekker, lekker, lekker. Ik kan me best voorstellen dat als je George Michael heet, dat je dan denkt van... Ja, ik zou wel even lekker gepepen willen worden. Dit is zo'n mooi park, hè? En dat doe je dan hier. Hey.